Lex, die glubs over straat in Heerlen en dan komen ze op binnen, komen ze van shownieuws, po-nieuws, die doe je dicht die camera onder de mouw en die zeggen, jong, je hebt gehoord dat zich de Voice of Holland gaat presenteren. Wat deed Lex Uiting dan? Door wie ze dan mee overrompeld, maar ik denk dat ik het gewoon mee kan spelen. Dat ik gewoon inderdaad bevestig en zeg, ja, dat klopt jongens. Maar ik ben nog in onderhandeling met John de Mol over het geld, dat zien we nog niet doet. Maar ik kan gewoon bevestigen dat ik dat gewoon doe. Ik zal er gewoon een grapje van maken. Dus vooral humor gebroken? Ja, dat probeer ik dan, ja. De humor is een goede factor bij Lex Uiting. En dan gaan we nu door naar de eerste opdracht.